César Manrique hield van zijn eiland. Een eiland met prachtige rotskusten, mooie stranden en gezellige badplaatsen zonder hoogbouw. Pittoreske stadjes met leuke markten en, niet te vergeten, de bijzondere wijngaarden die behoren tot het werelderfgoed. Gelooft het misschien niet, maar dit is een wijngaarde tijdens de winter. De wijnstokken staan in ommuurde kuilen als bescherming tegen de wind. De grond is bedekt met gemalen lava dat picon wordt genoemd. Het regent zelden op Lanzarote, maar de dauw zorgt voor voldoende vocht en de picon houdt dat water vast. In de bodega's kun je de heerlijke wijnen proeven. Manrique ontwierp de Fire Devil borden in zijn typische non-figuratieve stijl voor het nationale park Timanfaya. Dat park is alleen toegankelijk per bus om het bizarre maanlandschap te sparen. Hier is de temperatuur op 6 meter diepte ongeveer 400 graden Celsius. Die Einwohner von Lanzarote nennen sie Islotes. Voordat we het restaurant ingaan, eerst een demonstratie. Als je een emmer water in een gat gooit, komt het er na enkele seconden uit als stof. En gooi je een boomtak in een gat, dan vliegt hij direct in brand. We gaan het door Manrique ontworpen restaurant El Diablo binnen via de keuken, waar al het eten wordt bereid op aardwarmte. Uniek in de wereld. Door de panoramische ruiten hebben we een goed uitzicht op de omgeving. Vlakbij kunnen we een ritje maken op een kameel. Hier is ook een klein museum. Dit Museo de Rocas is volgens een ontwerp van César uitgehouwen in de rotsen. Arrecife is de gezellige, kleinschalige hoofdstad van het eiland. Het hoge hotel is, tot grote woede van Manrique, gebouwd
toen hij in het buitenland was. Het Castillo de San José was een verdediging tegen piraten. César Manrique verbouwde het tot een museum voor moderne kunst dat in 1976 geopend werd met werken van onder andere Picasso, Miró en natuurlijk zijn eigen werk. Een spiraaltrap leidt naar een door hem in de rotsen uitgehouwen restaurant. Ook de inrichting is geheel van zijn hand. Manrique's cactustuin is een van de grootste attracties van Lanzarote. 1420 verschillende soorten kunt u hier vinden. Geplant in een oude afgraving en natuurlijk geheel bedekt met picon. Het restaurant met terras is ook weer van zijn hand. De deuren van de toiletten laten niets te raden over. In 1974 veranderde César een oud verdedigingswerk aan de Noordkust in een restaurant met uitzichtpunten, de Mirador del Rio. Hier heeft men een geweldig uitzicht op het autovrije eiland Isla Graciosa.
Vanuit de souvenirwinkel leidt een trap naar het hoogste punt op 497 meter voor een nog beter uitzicht. De Fondation César Manrique is een stichting die de gedachtenis aan deze kunstenaar levendig houdt. Het is een museum met zijn schilderijen en beeldhouwwerken, dat gebouwd is bovenop zijn huis, waar hij van 1968 tot 1987 woonde. Daarna verhuisde hij naar Haria en in 1992 kon het museum geopend worden. Zijn woning had 5 kamers die bestonden uit 5 bellen in het lavagesteente. Deze kamers, sommige met een natuurlijk open dak, zijn verbonden door uitgehouwen gangen. En ook zijn tuin met een tuinkamer bevonden zich op dit lage niveau, zodat er uit het hogere museum verrassende doorkijkjes zijn. Op veel kruispunten staan monumenten van Manrique. Hier het Monumento al Cappuccino, gemaakt van oude boten en tanks. De Jameos del Agua is een complex van grotten en gedeeltelijk ingestorte verbindingsgangen en is door César Manrique gebruikt om een groot spektakelstuk te maken. 1 trap naar beneden en je bent in een bar die 's avonds vaak dienst doet als nachtclub. Na nog een trapje kom je bij een zoutwatermeertje waar blinde albino-krabjes leven. Zij zijn maar 4 mm groot en komen verder alleen voor in de diepzee. Verderop komen we in een tuin met palmen en bougainville, rond een blauw zwembad met een witte rand.
Men zegt dat alleen de koning van Spanje hier mag zwemmen. Een stuk hoger ligt een museum waar onder andere een film draait over een vulkaanuitbarsting. En ook hier is weer een gezellig café. In 1970 kreeg Manrique de opdracht van Omar Sharif, de bekende acteur uit Dr. Zhivago en Funny Girl, om een villa-complex voor hem te bouwen. Het resultaat is Lago Mar, een verzameling van gestapelde, in de rotsen uitgehouwen villa's met prachtige tuinen en leuke doorkijkjes. Omar Sharif, die ook bekend is als Bridge-fenomeen, woonde hier een aantal jaren. Zijn woonruimten zijn nog volledig intact. Leuk, hè? Geruchten doen de ronde dat hij bij het bridgen zijn hele eigendom verloor, waarna hij nooit meer teruggezien is op het eiland. Nu is het een museum en een bekend restaurant. En in een van de overhangende rotsen treft u beeldhouwwerk van César aan.